Gelukkig heb ik al 6 jaar dezelfde baan. Dat vraag ik u omdat het afgelopen jaar meer dan 1 miljoen mensen een andere baan hebben gekregen. Oh. Ja, je moet eigenlijk een werk doen wat jij leuk vindt. Van hobby, wat ik zelf heb gedaan, ik heb van mijn hobby een baan gemaakt. Dus vandaar kan ik zo lang werken. Het blijft nog steeds leuk. Ja. Maar ik weet wel dat als je de 60 gepasseerd bent, dan wordt het knap moeilijk met een nieuwe baan. Maar goed, er is heel veel personeelstekort. Ja. Dus werkgevers staan te springen om personeel. Ja. Dus de oudjes doen het volgens mij ook nog wel best op de arbeidsmarkt. Dat hoop ik toch. Dat ze nog niet afgeschreven zijn, toch? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dat vraag ik omdat meer dan 1 miljoen het afgelopen jaar van baan zijn verwisseld. Oké. Nee, ik ben net begonnen vorig jaar met een nieuwe baan. Ja. Wat zouden de motieven van mensen kunnen zijn om van baan te verwisselen? Beter loon. Betere werktijden. Ja. Ja, dat kan, maar ik niet. Ik heb eerst heerlijk genoten van een jaar thuis met pensioen. En daarna ben ik eens rondgekijkt. Wat zou ik willen doen? Ik wilde ook niet alles doen. En nou hang ik dus in het huis van Katoen. Dat is hartstikke leuk. En wat doet u daar als ik vraag? Vrijwilligerswerk. Nee. Maar u bent in uw werkzame leven toch wel eens van baan veranderd? Toen ik werkte wel. Van verpleegkundige naar een bankemployé. En daarna ben ik gestopt, want toen kreeg ik kinderen en dan mag je eruit. Ja. Wat was voor u een motief om van baan te veranderen? De verpleging vond ik toen niet zo netjes als nu. Dus toen dacht ik, ik stop ermee, klaar. En daarna gewoon een andere baan. Okay. Nee, ik heb laatst mijn 12,5-jarig cadeautje gehad van de werkgever. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja. En u heeft redenen genoeg om bij de huidige baas te blijven? Ja, zeker. Mooi werk heb ik. Ik ben peuterspeelzaallijster. Kunt u zich voorstellen dat mensen van baan veranderen? Ja, er zijn heel veel opties nu. Hè? Dus je kunt vrij makkelijk aan een nieuwe baan komen. Nee. Ik heb 5 jaar geleden een burn-out gehad. En dat was best wel heftig. Daardoor ben ik wel in een lastige positie gekomen. Dat gaat nu allemaal weer goed. Dus ik doe nu wel vrijwilligerswerk. Ik help bij een kringloop en ik begeleid nog iemand via Humanitas en doe nog wat dingen daarna. Dus ik ben wel weer bezig om wat dingen te doen, maar niet echt van baan verwisseld. Vragen wat die hobby was? Kapper. Kapper? Ja. Aha, bent u dames of heren kapper of knipt Allebei. U beide? Ja. En kunt u zich voorstellen dat mensen van baan veranderen? Nee, ik snap het niet. Ik heb nooit gehad, dus ik weet het niet. Nou, waarom zouden mensen van baan veranderen, denkt u? Ik denk omdat ze het niet leuk vinden. En dat ze liever voor geld gaan dan dat ze leuk vinden. Als je baan vindt met hoog salaris, maar jij vindt het niet leuk. Geloof mij, na een paar maanden ga je weer een nieuwe baan zoeken. Die jij wat leuker vindt. Op dat gebied ja. Was dat voor u een bewuste keuze om zoveel mogelijk werkzaamheden te verrichten? Nou, nee, niet echt. Maar vooral die schoonmaak, dat is gebeurd toen ik zelfstandig ging gymles geven en dus niet meer in het ziekenfonds kon. En door een uurtje per dag schoon te maken, was ik wel in het ziekenfonds. Nou, en dat scheelt nogal aardig, omdat toen ook mijn kinderen werden meeverzekerd. Nou, ik ben helaas, moest ik stoppen met mijn werk als gezinsbegeleidster vanwege een hele slechte rug. Maar ik ben dus in mijn carrière verschillende keren geswitcht naar andere baan. Van origine ben ik kleuterleidster, maar ik wilde nooit in het gewone onderwijs werken. Dus ik heb toen in de kinderpsychiatrie gewerkt. Dat was ook erg leuk. En toen ben ik een paar jaar ertussen uitgegaan om kinderen te krijgen. En toen was... Dat is ook werk. Dat is ook werk natuurlijk. Ja, en toen vroegen ze ook weer veel mensen voor het onderwijs. Dus toen ben ik via Vrouw en Werkwinkel ben ik weer in het onderwijs terechtgekomen. Alleen in het speciaal onderwijs. Het IOBK hier in Almelo, de Wissel. Erg veel leuke herinneringen daaraan. Ook veel gezien, ook als collegiaal consulent. Nou, en uiteindelijk door ziekte gedwongen om een andere baan te kiezen buiten het onderwijs. Wat zou de ideale situatie zijn volgens u? Ik denk dat de ideale situatie is dat iedereen voldoende beloning krijgt. En dat iedereen naar rato wat hij zou kunnen werken. Want sommige mensen werken 60 uur en krijgen weinig verdiend. Sommige mensen werken 20 uur en krijgen meer verdiend. Ik denk dat als daar de balans in is, dat een stuk beter zou zijn. Zouden jongeren meer van baan veranderen dan wat oudere mensen, met alle respect?
Ja, dat denk ik zeker. We zitten nu in een heel andere cultuur, ook qua werkervaring. Het is meer een, denk ik, het is wel een beetje een soort van, voor de mensen die werken, dat die wat meer mogelijkheden hebben om te switchen. Vooral denk ik in de bouw, dat ze voor €5 gaan veranderen voor baan. Of dat allemaal verstandig is, is weer een tweede. Ja. Wat zijn volgens u belangrijke arbeidsvoorwaarden om bij dezelfde baas te blijven? In ieder geval een waardering van de baas sowieso. Financieel dat je je goed kunt redden. Ik heb voor mezelf in het verleden ben ik nooit echt voor geld veranderd meer om te kunnen groeien. Dus geld is wel belangrijk. Maar ja, op dit moment is het natuurlijk ook vanwege de aardgas gebeuren. De kachel moet wel branden, laat ik het zo zeggen. Hoe belangrijk vindt u waardering van een baas? Erg belangrijk. Ik denk zelfs dat waardering boven geld gaat. Al zal het alleen maar zijn door een keer een uitje of een keer een schouderklopje of een keer het gevoel hebben dat je erbij hoort. Ik denk dat dat belangrijker is dan puur het geld. En het gevoel dat je ertoe doet in de samenleving? Dat is het belangrijkste dat er is.